Hallo, vandaag de dag hoor je tegenwoordig heel veel over, lijkt wel steeds meer, over UFO's, buitenaardse, uh, ja, uh, aliens die op bezoek komen. En, maar wist je dat dat eigenlijk helemaal niet iets is van de laatste tijd? Wist je dat dat ook in de Bijbel al gebeurtenissen beschreven staan die je eigenlijk kunt vergelijken met. Verhalen die je op dit moment hoort van mensen die een, ja, een, een voertuig zien of, of een contact hebben met aliens of een, wat voor buitenaardse ja, entiteit dan ook. En dat wil ik vandaag met jou delen. Uh, dat Bijbelverhaal uh, dat beschrijft een ja, soort buitenaards bezoek, wat waargenomen is door meerdere mensen, waar we een geslag van hebben. En dat buitenaards bezoek, bezoek die heeft ook een bijzondere boodschap, heeft ook een goddelijke boodschap. En die boodschap wil ik vandaag met jou delen omdat het eigenlijk een hele mooie, prachtige kerstboodschap is. En nou ja, dus ik geef vandaag niet zozeer een eigen boodschap, maar ik wil eigenlijk aan de hand van uh, dat buitenaards bezoek en de boodschap die die buitenaardse bezoeker en eigenlijk bezoekers, want het zijn er uh, meerdere, het is een hele groep geweest. En dan ga ik je zo uh, wat meer over vertellen. En die hebben een boodschap uh, voor de mensheid. En dat wil ik zo met je delen. Ik wil eerst beginnen met gebed. Want ik wil altijd een zegen vragen. Omdat ik ja, verlang dat de Heilige Geest mij mag gebruiken. om de boodschap die die buitenaards hebben gebracht. Want het is ook een buitenaardse boodschap. Dus die kan ook alleen maar begrepen worden. Uh, door goddelijke openbaring. Want het gaat. ze hebben wel in de mensentaal het doorgegeven, maar het bevat blijkbaar een boodschap die uit een andere dimensie komt. Nou, en om een boodschap uit een andere dimensie te kunnen begrijpen, moet je eigenlijk die taal weer kunnen innerlijk kunnen decoderen naar het goddelijk level. En daar wil ik het zo meteen met jou over hebben. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u ja, eh, regelmatig hemelse boodschappen naar ons toestuurt, zowel innerlijk in ons hart, maar ook via eh, tussenpersonen en soms ook via ja, hemelse gezanten, heren, ik wil bidden, wilt u mij helpen om ja, de, 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 het ooggetuigenslag wat wij hebben, om ja, dat te delen, dat wij ook de diepere lagen daarvan kunnen gaan begrijpen. Heer, wilt u mij lippen zegenen, wilt u mij de woorden geven, zodat ik datgene kan delen wat u met ons als mensheid wilt delen, waartoe u ook die ja, buitenaardse ons toe heeft gezonden met de goddelijke boodschap. Dank u, Heer, dat, uh, dat we daar inzage in mogen hebben. En dat deze gebeurtenis ook is opgetekend. Dat we dat mogen, tot ons mogen nemen in Jezus' naam. Amen. En misschien weet je al uh, over welke gebeurtenis ik spreek. En uh, sommigen die zullen dan direct aan een bepaalde gebeurtenis denken. En anderen die, ja, die kennen de Bijbel niet zo goed. Maar ik wil uh, de Bijbel pakken en dan wil ik een verhaal lezen. Wat gebeurde precies. In de kerstnacht. En nu zul je waarschijnlijk wel een lichtje opgaan, maar ik wil het vanuit een heel ander perspectief. Eigenlijk vanuit een wereldsperspectief wil ik het even gaan bekijken. Omdat de gebeurtenis die beschreven is, is niet een innerlijk visioen. Het is ook niet een, uh, in een transtoestand of in een droom ontvangen. Nee, het is verifieerbaar. Deze gebeurtenis is door meerdere mensen waargenomen. Het is een fysiek verschijnsel geweest. Wat zodanige indruk heeft achtergelaten hè, dat ze het van mond tot mond hebben doorgegeven. Ze hebben het ook Jozef en Maria verteld. En ja, het is opgetekend en wij kunnen het nu met elkaar lezen. En ik wil je eigenlijk uitnodigen. Probeer voor te stellen in een beleving. Nou, wat dat. Uh, nou, probeer je uh, in te beelden dat jij daar was. En het gaat eigenlijk. Uh, deze gebeurtenis ontstaat in de nacht dat Jezus werd geboren. En dan ga ik lezen uit uh, de Evangelie van Lucas, het tweede hoofdstuk vanaf vers 8. En ik lees het in de basic Bijbelvertaling. Omdat het een hele ja, makkelijk toegangbare vertaling is. En er staat er: diezelfde nacht, dus in de nacht dat Jezus Christus werd, werd geboren, waren er buiten de stad herders in het veld. En ze gewone. Gebeurtenis, dat is algemeen. Hè. Vroeger waren er veel herders in die streek en daar is niks bijzonders aan. Maar nu gebeurt er. En ze staat er, ze hielden de wacht bij hun schapen. Tot zover nog helemaal niks bijzonders. Maar dan staat er, plotseling, dus het was, het was niet aangekondigd, maar plotseling stond er een engel van de heer bij hen. En hier wil ik eventjes bij stilstaan, want je staat wel eenvoudig, er stond een engel des heer, maar... Probeer eens voor te stellen hoe dat is geweest. En wat hier wordt al duidelijk geduid, dat het een engel van de Heer is, maar er wordt niet beschreven hoe die engel eruit zag. En eh, als je het even niet duidt als een engel des Heer, dan is het eigenlijk gewoon, er ontstond plotseling, was daar een verschijnsel, een entiteit, een persoonlijkheid, een, een, er ontstond uit het niks in één keer, zonder zichzelf aan te kondigen, een uh, entiteit die duidelijk niet van de aarde kwam. En zij noemen het dan engel, een engel van God. Maar ja, dat is denk ik later uh, begrepen dat het een engel van God moet zijn geweest. Maar in de beleving van de herders was het gewoon iets wat ze totaal niet konden plaatsen. Ze wisten één ding zeker: dit is iets boven En de, de, de entiteit, de, het wezen wat hier verschijnt, is niet aards. Dus het komt uit een andere buitenaardse uh, dimensie. Uh, nou, en ze schokken zich een hoedje. Want het gaat verder. Uh, de stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Nou, dit is natuurlijk ook weer wat de Bijbelschrijver uh, een duiding aangeeft. Maar ik wil eventjes die duiding eraf halen. Hier staat hè, de, uh, de, de stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Nou, wat hebben die engelen nou, of die engelen, wat hebben die nou gezien? Als je het niet direct duidt als de, de heerlijkheid van God die, die, die om hem heen straalde, uh, dan was er blijkbaar iets fysieks wat deze herders konden ween, uh, waarnemen. Wat later vertaald werd al, ook oh, dat moet dan de heerlijkheid des heren zijn geweest. Maar meer beschrijving hebben we niet. Maar het vermoeden uit de beschrijving kunnen we wel uh, begrijpen dat het iets is geweest als een. Zowel een fysieke verschijnsel, waarschijnlijk dat er een, een, een fysiek licht om die engel heen is geweest, misschien wel met allemaal kleuren, dat weet ik niet. Ja, dus er zal een indrukwekkende fysieke uh, verschijning zijn geweest. Nou, dat, dat hoor je ook wel van verschijningen van UFO's en ruimteschepen: dat er ook een, 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 licht, uh, een bijzonder licht daaromheen is. Maar goed, in ieder geval bij deze, uh, deze verschijning was er een, 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 een uitstraling. Uh, wat uh, geduid wordt met de heerlijkheid van God, maar ik vraag me af, maar wat dan? Wat hebben die dan gezien? Nou, ik denk dat het op verschillende levels deze herders iets hebben waargenomen. Er was in het fysieke was er een verschijning, maar het was niet alleen maar fysiek, want ze wisten heel duidelijk: dit is goddelijk. Dus behalve dat er een fysieke, uh, een hele bijzondere een verschijning plaatsvond wat niet natuurkundig te, 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 te verklaren viel. Dus uit een andere goddelijke dimensie hè, euh, werd een, een, een engel gemateri gematerialiseerd. Hè. Dus men kon die engel waarnemen met fysieke zintuigen. En er was een, een straling omheen, misschien met allemaal verschillende kleuren. Er was een enorme licht, een goddelijk licht dat uit een andere bron komt dan de zon of de maan of de ster. En dat licht, dat doordrong ook de herders. Uh, het was niet alleen maar fysiek. Het was ook, het doordrong hen. En, uh, nou, ik zal dat uh, nog even verder gaan. En er staat er, ze schrokken hevig en waren bang. Nou, waarom ben je bang van licht? Daar hoef je niet bang voor te zijn. Als je hier een lamp aansteekt, hè, dan hoef je niet bang te zijn. Maar wanneer ben je bang voor licht? En ik denk dat dat er... Echt aan de hand is, want je leest het eigenlijk keer op keer. Als een engel verschijnt of mensen krijgen een hemels visioen, dan is iedereen die dat beschrijft in eerste instantie bang. Uh, ook hele godsmannen, ook profeten, we zien het bij, bij de apostel Johannes. Uh, iedereen die geconfronteerd wordt met de heerlijkheid van God, met het goddelijk licht, die voelt in eerste instantie angst. Nou, waarom is dat? Ik heb erover nagedacht en. Ik moet eigenlijk denken aan, uh, aan een ruit, aan een raam. He, als je thuis bent, dan kun je denken van nou mijn raam is aardig schoon. Tot het moment dat het licht erop valt. En dan blijkt ineens dat wat jij dacht wat schoon was, eigenlijk vol met, met stof en vlekken zit. Doordat het licht. Wat het zonlicht wat erop schijnt, dat ineens zichtbaar maakt. Nou, zo kun je ook denken dat jij als mens aardig leeft. He, je hebt geen grove zonde in je leven. Je denkt, nou, ik ben. Aardig zuiver, hè, mijn, zonde, mijn bewuste zonde heb ik om vergeving gevraagd en ik heb vrede met God. Nou dat kan en dat is heel mooi, dat mogen we ook hebben. Maar tot het moment hè, dat het goddelijk licht verschijnt, dan in een keer wordt alles open en bloot. En in een keer verschijnen ook al die verborgen dingen waarvan je niet eens bewust werd. Want hoe schoon je ook bent, op het moment dat het goddelijk licht heel intens op jouw leven schijnt, dan blijkt er ineens ja, een heleboel dingen nog helemaal niet te kloppen. En dat hoeft ook niet, dat is ook niet erg, maar op dat moment schrik je wel hevig. Want je wordt ineens bewust van je eigen onreinheid. En dan zie je ook dat een van de uh, profeten, die, 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 die zegt ook, oh wee mij, wee mij, want ik heb de heerlijkheid van God gezien. En uh, deze herders, die, die, die waren ook bang. En ik denk dat dat de echte angst is geweest van binnen, want in de Bijbel staat ook, hè, de, de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees houdt verband met straf. Dus op het moment dat het goddelijk licht verschijnt in ons leven, dan wordt ons eigenlijk onze onzuiverheid, onze onreinheid zichtbaar. Dan beseffen we eigenlijk hoe zondig we zijn. En dan krijgen we in eerste instantie angst. Waarom? Omdat we bang zijn voor veroordeling, we zijn bang voor straffen, we zijn bang voor de gevolgen van deze goddelijke ontmoeting. En we voelen wel ergens aan: ik kan geen stand houden uh, uh, in de heerlijkheid van God. Maar dan krijg je, en dat zie je ook keer op keer terug bij de Bijbel, en dat lees je. Ja, eigenlijk ook bij die uh, bijna doodervaringen, die een geweldig licht zien, dan, um, ja, dan, 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 dan blijkt gewoon dat dat licht niet is om te oordelen. Maar dat licht van God, die liefde van God, is er om jou te helen. En je ziet ook steeds dat op het moment dat de heerlijkheid van God verschijnt en mensen schrikken en, en worden angstig, en dat staat ook hier, en dat staat er in vers 10. Maar de engel zei tegen hen: Jullie hoeven niet bang te zijn. Want uh, God komt niet om te oordelen. He, zijn goddelijk licht omvat juist um, die, die aanreiking van liefde, vergeving, genade, genezing en herstel. En dat licht komt nooit om te oordelen. Dat is geweldig. He. Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Nou, wat is dan die hemelse boodschap die op deze uitzonderlijke wijze. Uh, ja, naar de aarde werd gebracht, wat dus door meerdere mensen tegelijkertijd werd waargenomen. dus was een fysieke gebeurtenis met blijkbaar ook een hoorbare, waarneembare stem in de taal van de mensen, uh, die de mensen konden begrijpen, waarschijnlijk dan het Aramees, denk ik zo. Dus de engelen die, 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 die spraken in een begrijpbare taal, hoorbaar, fysiek, met onze eigen oren. Jullie, jullie, het is meervoud, hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws en dat goede nieuws is voor het hele volk, voor iedereen. Vandaag in de stad waar vroeger Koning David is, is de Messias geboren, de redder, de verlosser. Dus vanuit het Goddelijke werd het heilige moment van de geboorte van Jezus werd grootschalig gevierd. Het werd op een hemelse goddelijke wijze bekend gemaakt aan de mensheid, maar niet in het koninklijk pareis, uh, paleis, want Jezus werd ook geboren op, in een hele eenvoudige, uh, bij een hele eenvoudig meisje, hè, Maria, en, en Jezus werd gelegd in een stalletje, in een kribbe, in een voerbak. Nou, nederiger dan dat kun je het niet bedenken. En dat is heel bewust, omdat God zich niet manifesteert van ik ben God en je moet allemaal buigen. Nee, hij komt heel nederig, uh, omdat... Hij van binnenuit ja, ons wil bereiken met zijn liefde. En niet met, van buitenaf dwingend, maar dienend. God is een God, een dienende God, die vanuit zijn liefde en nederige houding jouw hart wil veroveren met zijn liefde. En vandaag in de stad waar vroeger koning David geboren is, is de Messias geboren. Hij is de redder, de Heer. En dus die engel, die boodschappen van God, die buitenaardse, die vanuit een andere goddelijke dimensie komt, die kondigt aan dat deze Jezus die geboren is, niet zomaar een van de vele verlichte profeten zal zijn. Nee, de goddelijke boodschap, die eh, door meerdere werd waargenomen, fysiek en hoorbaar, die duidt dat Jezus, deze persoon, dit mensenkind wat geboren is, is goddelijk. Hij is de Messias. En maar meer dan de Messias, of meer dan de Messias, hij is ook Heer. Hij is koning, de koning der koningen, de Heer, de Heer Scharen. En um, dus dat wordt van Gods wegen geduid. Het is niet iets wat mensen hebben bedacht en ontdekt. Nee, van Gods wegen wordt, dat, uh, wordt deze baby geduid als de Messias en Christus de Heer. En hij is de redder. En dan staat er: Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg. Jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt. Nou, hè, een voerbak dat is waar je voer in legt. Nou, en Jezus is ook het hemelse voer, het, het goddelijk manna. Dat zegt Jezus ook. Hè, ik ben het manna, het hemelse brood dat uit de hemel is neergedaald tot voeding van de mensheid, het geestelijk voedsel. Hè. En Jezus is gelegd in een voerbak, in een kribbe. En die kribbe die stond in een stal en die stal was in Bethlehem. En we weten dat Bethlehem betekent ook broodhuis. Dus er zit heel veel symboliek in. Het is niet, toeval bestaat niet. God is een God van symboliek. En door al die symboliek heen uh, wil God dat wij die diepere lagen van deze profetische gebeurtenis gaan begrijpen. Dus Jezus, God zelf, viert uitbundig de geboorte van zijn Zoon. He, dus dan mogen wij dat ook vieren met God op een uitbundige wijze. Want het houdt daar niet op. Dan staat er plotseling, weer plotseling, hè, dus eerst dat je die ene engel, plotseling, van. En dan in één keer, zonder aankondiging, zat er weer plotseling, waren er bij de engel nog heel veel meer engelen. Oftewel, er was een gigantische engelenkoor. En die begonnen uh, te zingen. En ze prezen God en zeiden, en, en, en dat ga ik zo meteen ook noemen, maar ik wil even stilstaan van die engelen die gaan zingen. En ook dat is in de geschiedenis is bekend dat engelen kunnen zingen. En niet zomaar, engelen kunnen zo prachtig zingen. En uh, wereldwijd zijn er mensen die dat hebben gehoord. Ik heb dat niet gehoord, maar er zijn mensen die dat. Uh, de, die herders zijn niet de enigen die het hebben gehoord. Door al de eeuwen heen zijn er verslagen van: uh, van mensen die engelen hebben horen zingen. Waarachtig hebben horen zingen. Ik heb het zelf een keer meegemaakt dat ik bij een vrouw was die, die stervende was. En in de laatste week dat ze hier op aarde was, op een gegeven moment dat we uh, bij haar kwamen, toen straalden ze. En toen vertelde ze dat uh, die, dag, die avond daarvoor. waren engelen bij haar bed gekomen uh, om te zingen voor haar. En, 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 en de manier waarop ze dat vertelde, zag je gewoon in de ogen dat het een goddelijke ontmoeting is geweest. En. Ja, ze zijn haar gewoon komen halen, ze zijn haar komen voorbereiden. En dat hoor je wel vaker bij sterfbedvisioenen. Um, maar die, die engelen kunnen zo prachtig zingen. En ik weet zeker dat die herders dit nooit meer hebben vergeten. En uh, wat zongen ze dan? Zei, ze prezen God en ze zeiden: Prijst God in de hoogste hemel. He, dus wij mogen meedoen, wij mogen meezingen met die engelen. Dit is de ware kerstboodschap prijst God, geeft hem eer, de schepper van hemel en aarde. En maar er staat ook, prijst God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is. Want Jezus is gekomen als vredevorst, hè, dat is ook een van zijn namen, sterke God, vredevorst, om vrede te brengen in harten van mensen die hem willen ontvangen. En, uh, want God komt niet om te heersen met geweld, God komt in als een dienaar in zijn zoon Jezus, als vredevorst, om vrede te brengen bij mensen die hem willen ontvangen in hun hart. En hoe ontvang je de vredevorst? Door te buigen voor de koning. Door hem te erkennen, door hem te aanvaarden, door die vredevorst toe te laten in je hart. Het kan alleen maar door te buigen. Want voor hoogmoedige en trotse mensen, als jij denkt dat je het zelf kunt, zul je die goddelijke vrede niet ervaren. Pas op het moment dat je beseft: ik ben het niet waard, hè, ik, ik besef hoe. hoe, hoe, hoe Klungelig ik bezig ben, dat ik niks goeds ja, tot stand kan brengen vanuit eigen kracht. Dat ik echt God nodig heb, dat ik vergeving nodig heb. Hè, dat je ja, niet zonder God kunt en ook wilt. Hè, dan mag je buigen voor de Almachtige God. zeggen van: Heer, ik kan het niet en ik wil het ook niet meer. Wilt u mij vergeven? Wilt u met uw geest in mij komen wonen? Heer Jezus, wilt u met uw goddelijke vrede in mij komen wonen? Wilt u in mij bewerken wat ik zelf niet kan? En dan ontstaat er een waarlijke goddelijke vrede in ons hart. En dan behoor je tot die categorie mensen waar de engelen over hebben gezongen: prijst de Heer, prijst God in de hoogste hemelen en vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is. Voor de mensen, die als welbehaag, staat er in een andere vertaling. En mensen die hun hart hebben geopend voor de vredevorst, voor die goddelijke vrede. Daar komt God met zijn vrede inwonen. En toen gingen de engelen naar de hemel terug. En dan, dan gaat het verder. Hè, toen zeiden de, de herders: Kom, laat naar Bethlehem gaan. Om deze te zien. Of, ja, om, om deze messias te zoeken. En toen zijn ze ook. En dan hebben ze Jezus ontmoet. Maar ik wil eigenlijk ja, deze boodschap gewoon bij je neerleggen. Um, het is een boodschap die vanuit het Goddelijke komt. En die voor nu is. Voor jou en voor mij. En mijn vraag is: Heb jij vrede? Want het is een enorme toestand in de wereld. En, en, en we weten niet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Het is heel erg onzeker. En toch, te midden van die onzekerheid. te midden van, van angst. En, 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 en niet weten wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst. van allemaal tekorten en dreigingen. kun jij vrede in je hart ervaren die alles overstijgt. En dat is eigenlijk waar, waar, waar het kerst over gaat. Waar het kerst-evangelie. Overgaat het Jezus is geboren de vredevorst die daadwerkelijk vrede brengt. Dat is een andere vrede dan wapenstilstand, maar het is een innerlijke goddelijke vrede die het aardse overstijgt. En alleen maar door die goddelijke vrede zullen we in staat zijn om die vrede op aarde te brengen. We kunnen niet de echte vrede op aarde brengen door ons best te doen, door dingen anders te organiseren, door oplossingen te vinden voor wereldproblemen. Daar zullen we vanuit op menselijk niveau zullen we nooit vrede bereiken omdat we altijd te maken hebben met ons eigen ego hè, die, die, die toch keer op keer weer allerlei conflicten um, genereert omdat wij gewoon vanuit onszelf niet in staat zijn om die vrede te bewerkstelligen. Maar als wij ons hart openen en wij in bewustzijn zeggen van heer wij kunnen het niet, wilt u? vredevorst. En daarom dat de christenen ook zeggen, we zien uit naar de komst van de Heer, naar de komst van die vredevorst, want alleen Hij kan vrede stichten op aarde. En hoe dat zal plaatsen, dat weet ik niet, maar er komt een tijd waarop die goddelijke vrede over de hele aardbol zal neerdalen en de aarde vol zal zijn van de vrede des Heer. En dat gaat vanuit het hart, want God wil met zijn goddelijke vrede in ons hart komen wonen. Maar je hoeft niet te wachten tot, tot de hele aarde vol is met vrede. God, jouw hart kan al vol zijn met vrede. En jij mag een vredeboodschap zijn in je eigen omgeving waar God je heeft gesteld. Ken jij de vrede van God al? Als je de vrede van God nog niet kent en je hebt je, de vrede vorst nog niet in je hart uitgenodigd, de vrede vorst Jezus Christus, waar dit kerstfeest over gaat, dan nodig je uit dit gebed van overgave met mij te bidden. En misschien is het wel, misschien heb je het wel eens eerder gedaan, maar misschien is dit de eerste keer in je leven dat je echt. Ja, met je rug tegen de muur zitten en zeggen: nee, ik, ik kan het niet meer. Ik wil het niet meer. Ik ben helemaal op. En ik heb zo die vrede van God nodig. Dan nodig je uit om met mij mee te bidden en mij na te bidden. En de vredevorst, Jezus Christus, uit te nodigen in jouw leven. En van daaruit, want de vrede ontstaat van binnenuit, vanuit het hart, dan mag jij samen met alle anderen die de vredevorst in hun hart hebben uitgenodigd, dan mogen we met elkaar. Aan die goddelijke vrede op aarde gaan bouwen. Maar het kan alleen maar vanuit, vanuit de persoonlijke relatie met God. Als jij de vredevorst Jezus Christus in je eigen hart hebt uitgenodigd. Vanuit eigen kracht kunnen we het niet. Ik nodig je uit om met me mee te bidden. Ik zal eerst een gebed bidden en daarna no bid ik een gebed wat jij na mag bidden. En dan mag je gewoon hardop het nabidden. Uh, daar wil ik je toe uitnodigen. Hemelse vader, ik u danken dat u ja, op een goddelijke wijze uw zoon Jezus naar ons toe heeft gestuurd. Uw zoon, de vredevorst, de koning van vrede. Die, vrede. die is gekomen, nederig en dienstbaar om hier op aarde de mensheid ons weer terug te verbinden met God. Om hier op aarde ja, vrede in ons hart te brengen. Een goddelijke vrede die het aardse overstijgt. Ik u danken, Jezus, dat u bereid was om. Zo nederig, zo dienstbaar, zo ja, u zelf af te leggen. Om dienstbaar hier op aarde ja, de, de liefde en de vrede van God zichtbaar te maken. Maar u bent niet op aarde gebleven, u bent terug teruggegaan naar de hemel. U heeft de weg bereid. En u heeft de Heilige Geest, de geest van vrede, uitgestart. Om in ons hart te komen wonen. En ik lukt bidden Jezus. Heer, u weet, heer, dat er velen zijn die geen vrede in hun hart hebben, die geen vrede met God hebben, die, die angstig zijn van binnen, die, die wanhopig zijn, die uitgeput zijn. Heer, en ik bid, wilt u, heer, als we dit gebed bidden, heer, bid ik dat door dit gebed heen, heer, vele mensen diepe vrede en rust mogen ervaren. En ik nodig je uit, als jij de vrede van God niet kent, als je onrust, paniek, angst, uh, vrees, uh, wanhoop in je hart hebt, dan nodig je uit om... Dit gebed na te bidden. Zeg maar, Heer Jezus, ik wil U danken voor Uw liefde. Ik heb U zo nodig. Ik besef dat ik het niet kan. Heer Jezus, wilt U komen in mijn leven? Wilt U komen als vredevorst? Wilt U mij vergeven? Wilt u mij helen? Wilt u mij schoonmassen van binnen? Wilt u mij vullen met uw liefde? Wilt u mij vullen met uw Heilige Geest? Heer Jezus, ik wil u danken dat ik nu uw geliefd kind mag zijn. Wilt u mij helpen, uw pad van liefde te bewandelen? Ik wil u danken, Jezus, dat ik voor eeuwig uw geliefd kind mag zijn. Amen. Dankjewel dat je dit gebed hebt gebeden. En ik wil jou nu heel bewust zegenen met Gods wonderbaarlijke vrede. Dat de vrede voor je daadwerkelijk in jouw hart mag neerdalen. En jouw gedachten, je hart en je emoties, je lichaam. Mag vullen met zijn wonderbaarlijke vrede, dat Hij jouw ruimte, jouw huis mag vullen met zijn vrede, dat Hij jouw leven mag vullen met zijn vrede en door jou heen ook jouw omgeving mag aanraken met zijn vrede. Heer Jezus, ik wil u danken hier voor, ja, voor uw, uw, uw vrede, uw shalom. En ik bid nu voor degenen die dit gebed hebben gebeden: wilt u met uw goddelijke hemelse vrede op dit moment neerhalen? En ik zege je met de shalom van Jezus Christus, dat de hemelse vrede op dit moment op jou neerdaalt. En dat je gedachten tot rust mogen komen, dat je gevoelens, je emoties tot rust mogen komen, dat je mag voelen dat de last van je schouders afgehaald wordt. Dat je een wonderbaarlijke hemelse vrede mag ervaren. Dat je nu mag ervaren dat de heilige geest je gaat dragen en gaat omringen met zijn liefde, met zijn krachten, met zijn vrede. En ik bid dat door jou heen, ook jouw omgeving. Omstraald mag worden met de vrede van Christus. En ik spreek ook diepe heling uit over jouw leven. En genezing en herstel. In de naam van Jezus Christus. Amen. Nou, samen met die vredevorst Jezus Christus. Wens ik jou een zeer gezegend kerstfeest. En een heel mooi nieuw begin in jouw leven. Waaruit je vanuit vrede. Prachtige dingen mag gaan doen samen met God. Want jij bent geroepen, ook jij bent geroepen, om samen met alle andere mensen die, die vrede vast in hun hart meedragen, om hier op aarde iets prachtigs neer te zetten. En, zodat de vrede van God op aarde zal toenemen en toenemen en toenemen. Zodat de aarde totaal vervuld zal worden met de heerlijkheid van God. Omstraald zal worden met de glorie van God, zoals die engel ook omstraald was met de heerlijkheid van God. Ik wens je godsrijke zegen toe. en... Ik nodig je ook uit om je, als je dat nog niet gedaan hebt, even te abonneren op het YouTube-kanaal. In te schrijven op mijn nieuwsbrief. En want in uh, het nieuwe jaar ga ik via mijn nieuwsbrief ook weer prachtige boodschappen, bemoedigende boodschappen doorgeven. God zegen en tot de volgende video-boodschap. Daar.